De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Permisser, brengt morgen een oriëntatiebezoek aan Nikeri. Het doel is de problemen binnen de rijsector samen met de actoren in kaart te brengen en deze op te lossen. De natte infrastructuur van Nikeri was een van de eerste zaken die de bewindsman vanaf zijn aantreden heeft aangepakt. Het eerste dag al heb ik de problematiek van watervoorziening, Wageningen, middenstaatsboeren, etc. Dat hebben we doorgenomen. We hebben nu een plan van aanpak. Daarmee breng ik morgen in Wageningen een bezoek zelf ter plekke. En morgenavond hebben we een ontmoeting met al de relevante stakeholders. Om met hun door te nemen, hun verdere input te vragen. Want het moet een wederzijds zijn. Wij denken wat verstandig is om te doen. Dat gaan we presenteren en doornemen. Hoe het pomgemaal aangepakt gaat worden. Een van de problemen in Nikeri is de inzaaiperiode, vervolgt Permisser. Hij wil met de rijstboeren concrete afspraken hierover maken. Laat me het hier zeggen, een van de dingen waarom zaken niet vaak lukken, is die inzaaiperiode. U kunt straks misschien met meneer Salmijn praten. In de tijd van meneer Salmijn in Nikeri werd er gehouden aan een inzaaiperiode. Het was niet alleen kijken wanneer de boeren zaaien, zeg, maar wanneer de boeren beginnen hun rijstvelden, ja, in orde te maken. Dus we moeten snel beginnen, de voorlichting en de boeren daarin begeleiden, ondersteunen. Want heel wat problemen komen, omdat mensen buiten de inzaaiperiode actief zijn met het zaaien. En dan moet het water voor een langere periode, u begrijpt waar ik naartoe ga. Dus dat soort zaken, de afspraken, de mensen motiveren om aan die periodes te houden. Dat zijn van die aspecten dat we ook gaan doornemen wat Nikeri betreft. LVV-minister Rabin Permisser vandaag in een interview met ATV. De bewindsman vertrekt morgen naar Nikeri om de problemen binnen de rijsector aan te pakken.